Pauls en ik ben 45 jaar. Ik ben gemeenteraadslid bij gemeente Zuidplas. Ik heb 2 kinderen. Ik ben in het dagelijkse leven werk ik in Erasmus MC. Wat doet een raadslid eigenlijk? Moeilijke vraag. Het is niet dat iedere raadslid hetzelfde doet, denk ik. Maar zoals bijvoorbeeld bij onze gemeente heb je van 16 tot 20 uur per week werk aan raadslid zijn. En dat bestaat uit lezen van je stukken, voorbereiding en contact met mensen is voor ons heel belangrijk. Ik ben ook als ik boodschappen zal doen, word ik op aangesproken. Spreek ik mensen die vragen hebben. Verdient het een beetje? Nou ja. Raadslidmaatschap wordt natuurlijk vergoed. Het is niet verdienen, het is geen verdienmodel. Maar het is wel een vergoeding wat je krijgt. En dat is bepaald naar aantal bewoners van je gemeente. Dus als je ambitie hebt om daarmee wat te verdienen, kan je beter een grotere gemeente raadslid zijn dan een kleine gemeente. Maar ik denk niet dat het daarom gaat. Het verdient zich natuurlijk terug in de zin van je maatschappelijke betrokkenheid en erkenning daarin. En dat is hetgene wat het verdient, ja. Raadsleden zitten er toch, vooral voor zichzelf. Nou, ik hoop van niet. Ja, natuurlijk heb je altijd mensen die voor zichzelf meer zitten dan voor anderen. Maar ik denk dat het eigenlijk in algemeenheid... De raadsleden zijn raadsleden geworden vanuit hun maatschappelijke interesse en hun betrokkenheid. Heb je wel eens ruzie tijdens zo'n raadsvergadering? In sommige landen zie je dat wel eens voorbij komen dat heel temperamentvol wordt gedebatteerd. Bij ons is het vooral de meningsverschillen worden uitgepraat, niet in de vorm van ruzie. Maar er zijn vaak wel meningsverschillen natuurlijk. Hoe ga je ermee om als je je zin niet krijgt? Stampen, huilen, gillen. Nee, het is geven en nemen in de zin van je moet voor je ideeën en datgene wat je dan aan het doen bent, meerderheid creëren. Dat is de democratische kant van het verhaal. Dus ja, je kan niet altijd je zin hebben, 100%. Maar toch zou het wel fijn zijn dat je je punten overtuigend en duidelijk kan overbrengen, zodat het wel zoveel mogelijk te behalen is. Wat heb jij gedaan binnen de raad waar jij trots op bent? Een spelprogramma wat voor de kinderen ontworpen is. Dat ik heb gezien dat ze leren kinderen cybercrime herkennen. En daarin heb ik voorgesteld aan de raad van zouden wij dat niet een Zuidplas editie kunnen doen. Om dat ook onder onze kinderen te doen. Om bijvoorbeeld onder aandacht te brengen. En dat wordt nu op dit moment uitgevoerd. Zijn raadsleden ondergewaardeerd? Nou ja, waardering ervaar ik ook in de zin van als je dingen voor elkaar krijgt en dat je een grote groep daarmee gehoord en geholpen zal hebben, dan ben je zeker niet ondergewaardeerd. Wat doe jij voor de jongeren in de gemeente? Ik zet me echt heel erg graag in voor de jongeren, want jongeren, ja hoe cliché ook, jongeren zijn de toekomst, maar daar moeten we ook ons naar gedragen. En dat wordt soms vergeten. Dat wij ook deze groep de verantwoordelijkheid hebben om voor jongeren te staan. Ik vind ook wel dat ze bijvoorbeeld leuke ontmoetingplekken zouden moeten hebben. Als ik dan naar onze eigen gemeente kijk, denk ik van... Ja, het is toch niet echt een gemeente waar je als jongere heel veel kan op dit moment. En daar moeten we verandering in brengen. Wat zou ik willen zeggen tegen alle jongeren die twijfelen om te stemmen? Nou ja... Die stem heb je, gebruik het dan ook. En kijk, je kan achteraf zeggen, ja, er wordt toch niks mee gedaan. En dan heb je gewoon niet je stem uitgedragen. Dan denk ik van, ja, dan moet je komende 4 jaar ook je mond houden. Je hele leven in de raad of doorgroeien tot minister? Ik zou niet nee zeggen tegen ministerschap. Een driedelige pak of een geitenwolle trui? Driedelige pak, wel mooi. Maar soms bereik je meer in geitenwolle trui. Vooral met het weer... te maken, denk ik. Het salaris van de raadsleden gaat omhoog of gaat meer subsidie naar de wijkverenigingen. Ik vind dat het meer subsidie naar de wijkverenigingen moet. Als het naar een goede doel gaat waar we meer kunnen realiseren via die wijkverenigingen, dan liever naar de wijkverenigingen. Om een lange vergadering door te komen, drink ik liever een kop koffie of een glas whisky. Beide niet. Ik drink geen alcohol meer sinds kort. En koffie ben ik allergisch voor. Dus dan, ik drink liever een kopje thee. Oh.